Goedendag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Afgelopen nacht is een zwakke storing gepasseerd. Dat leverde veel wolkenvelden op en zelfs een enkel spatje regen. Op dit moment nog veel bewolking in het land, maar vanuit het noorden gaat het geleidelijk aan opklaren. Op de Waddeneilanden zien ze de zon als eerste. In Limburg kan het nog tot later in de middag of zelfs het begin van de avond duren voor de daden opklaringen doorkomen. Het wordt daar een graad of 7, in de kustgebieden 9 of 10 graden en dat alles bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Vanavond op de meeste plaatsen flinke opladingen en de temperatuur gaat dan ook weer snel dalen in het binnenland tot dicht bij het vriespunt. Komende nacht hebben we dan lichte vorst. Morgenochtend uh, kan het een beetje nevelig zijn, maar die nevel verdwijnt al snel en dan schijnt overal de zon flink. Het is wel een vrij koude dag met 4 of 5 graden als maximum en er waait een zwak of matige wind uit het oosten tot noordoosten. Op dinsdag gaat de wind geleidelijk draaien naar zuidwest. We hebben veel zonneschijn en na een koude nacht wordt het 3 of 4 graden. Vanaf woensdag wordt het geleidelijk aan wisselvalliger en gaat ook de temperatuur weer omhoog naar zo'n 10 graden op de donderdag. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl